Ja. Jij kan gewoon gaan snijden, ik vertel wel een verhaal. Nou, bij de kip die we nu zien is een Poulet Noir. Dat is een zwartpootkip, noir uit Frankrijk, uit Bretagne. Het is een boerderijkip, is 60 dagen oud. En we snijden eigenlijk eerst de bout uit. Dus je kan de kip grof opdelen in een, zeg maar een borstkap waar de borstfilets op zitten, vleugels en bouten. Nou, de bout is nu uitgesneden en het deel van de rug, het rugstuk, zit nu nog aan de rug. Dus het is een uitgesneden bout. Uit deze bouten kun je vervolgens weer meerdere versnijdingen maken, waaronder de drumstick, die we er nu afsnijden, alsmede de dijfilet. En daarna haal je eigenlijk het dijbeentje, de bovenbeen, haal je er nog uit. Nou, dan hebben we een drumstick en een dijfilet met vel. Vaak zien we in de verkoop dat het vel er ook nog afgetrokken is, terwijl het eigenlijk heel lekker is en waar ook smaak en vet aan zit. Nou, een ander onderdeel zijn de vleugels, die eigenlijk uit drie leden bestaan. Het eerste, tweede en derde lid, waarbij het tipje eigenlijk vaak weggesneden wordt. Dus we hebben hier de twee vleugels. Dan hebben we het borrelpootje en het platte stukje. Het andere stuk is de tip. De drie delen waarbij eigenlijk de tip bijna geen vlees bevat en vaker afgesneden wordt. Dus zo is de vleugel opgedeeld. We tellen vanaf de kip. Dus het eerste lid is het borrelpootje, het tweede lid is het platte stukje en het derde lid is de tip. Wat we nu overhouden is eigenlijk de borstkap. De borstkap is het deel van de kip waar de filets aan zitten. En de filets snijden we uit. In eerste instantie wordt de filet met vel uitgesneden, want het vel zit er nog op. Eventueel later, zoals wij eigenlijk de filet kennen, halen we het vel eraf. Zonde, want het vel opnieuw zit veel smaak in en is erg lekker. Binnen de filet hebben we eigenlijk ook nog het kippenhaasje zitten. Het haasje zit aan de binnenkant van de filet en kan er afgetrokken worden. Binnen de dijfilet hebben we ook een heel klein stukje zitten. Het heet het Nederlandse kippenoester, in het Frans solilaise. Het is een heel zacht vlees, het melste stukje van de hele kip. Dus er zit een klein kuiltje bij de bout, daar wordt de solilaise uitgesneden. En de kippenoester zit dus nu in de dij die je daar weer uit kan halen. Het tulpje is eigenlijk een deel van de vleugel. Bij de vleugel wordt het pijpje eruit gedrukt, waardoor je alleen maar vlees overhoudt en het bot dus verliest. En hiervoor wordt het bot gebroken. Dit is een vrij arbeidsintensief proces, wat ook pijn doet aan je handen. Vaak wordt er eigenlijk een voorraad van gemaakt. Dat je dat niet iedere dag hoeft te doen, maar dat je met een groepje dat in één keer gaat doen, het tulpje. En een ander deel wat ook bekend is, of nu misschien juist niet zo bekend, is het wensbeen. Het wensbeen zit voor in het karkas, bij de filets. Als je een koffer snijdt, een koffer is dus een borst op het karkas, dat noemen wij dus borst, niet filet, maar borst. En vaak wordt er gevraagd, wil je dit wensbeentje eruit halen? Het wensbeen zit in een V-vorm, zit dus voor, boven de nek. Voorop, daar zitten de filets aan vast. Bij het uitsnijden gaat die filet er vanaf. En als je dus een borst snijdt, dus de filet op het karkas laat zitten om dat als koffer te braden, wordt er vaak door de kok gevraagd, kunt u het wensbeen eruit snijden? Trek je nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Ja, ik heb het eigenlijk wel. Zo.